Hey, hallo, Bart Leidsman hier. Soms heb je van die kleine spulletjes, zeg maar, die het filmen net even wat makkelijker maken. En dan heb ik het niet over camera's, over lenzen. Dit keer gaat het over een soort van tas. Je kunt het niet echt een tas noemen, maar toch ook weer wel. Ik pak hem er even bij. De Steady Bag van Focusrad. Focusrad heeft mij deze zak toegestuurd. Voor het maken van deze video. Ik mag hem niet houden. Hij gaat gewoon weer terug. En dan krijg je hier niet extra voor betaald. Nou, dat even gezegd hebbende. Wat is het? Het is heel simpel. Het is een soort van... Hij ratelt aan alle kanten, dus sorry voor het geluid. Het is een soort van tassysteem waar je jouw camera heel erg steady op kunt houden. Dus vandaar de naam Steady Bag. Ik zal hem je eventjes laten zien. Ik heb voor het gemak, voor het voorbeeld... Want ik film met mijn grote camera. Ik heb hiernaast nog wel een kleine camera. Die is natuurlijk veel te klein voor dit model tas. Want dit model is afgestemd op een uitgebouwde FX3 of een FX6 of weet ik veel. Van alles en nog wat. Maar goed, ik kan hem wel eventjes laten zien aan de hand van deze kleine camera. Wat dit doet, is eigenlijk niks anders dan... Je gooit dit ding ergens op de grond, je zet je camera erop... En hij is stabiel. Zo simpel is het. Nou, er zijn wel wat handigheidjes aan toegevoegd. Natuurlijk de vorm. Dus je kunt er ook een best grote joekel op zetten. Je hebt nog een grotere variant. Daar kun je echt flinke jongens op zetten. En je hebt overigens nog een kleinere variant. Daar kun je dus wat kleinere camera's op zetten. En hij is redelijk stabiel. Je kunt hem een beetje klemmen. Zo. En ja, die camera die gaat nergens heen. Je kunt hem zelfs zo neerzetten als je wil. Je kunt hem schuin neerzetten als je een of andere gekke Dutch angle wil maken. Wat overigens geen Nederlandse angle is, maar uit het Duits komt. De Deutsch angle. Wat heb je nog meer? Je hebt hier aan de zijkant... De riem zal ik er eventjes afhalen. Je hebt een riem. En die riem die heeft hier luchtkussentjes in zitten, waardoor die heel fijn... En nou komt het om je nek balanceert. Het is geen schouderband. Het is een nekband. Want, en ja, het ziet er misschien een klein beetje gek uit. Ik maak hem eventjes ietsje groter. Zo. Je moet er even aan wennen. Het ziet er wat gek uit. Maar goed, je hebt ook mensen die lopen natuurlijk met zo'n paal uit hun rug. Een beetje hetzelfde geval. Zo. Dus wat je nu kunt doen is, hij kan hangen. Je kunt je camera erop zetten. En je hebt, en ik zal even gaan staan, je hebt super stabiele shots eigenlijk. En je verdeelt het gewicht over je nek, over een beetje je schouders, niet helemaal. En vooral je rug en je heupen. En vooral als je zo'n grote camera hebt. Dus je kunt super stabiel, kun jij nu in ieder geval filmen met je heupen, vanuit je heupen. En dus alle kanten in, dus ook verticaal. Ja, dus daar is dit ding voor. Goed, zo. Deze haal ik er weer eventjes af, dan ratelt het niet zo allemaal. De riem dus, gemaakt van autogordelmateriaal overigens, dus super sterk. Dan heb je verder aan deze kant nog autogordels zitten, 4 lussen. En de bedoeling daarvan is dat dit ding ook bijvoorbeeld op de motorkap van een auto gezet kan worden. En dan met banden... bijvoorbeeld gehaakt worden aan de wielkassen of iets dergelijks. Of aan de motorkap of weet ik veel. Dus je kunt je camera neerzetten zonder van die zuignappen die je overal en nog wat en angst dat ze loslaten. Je kunt je camera dus een beetje klemmen. Want dat is handig aan deze vorm. Hij wordt er tussenin geklemd. En ja, dan kun je gewoon daar gebruik van maken. Nou, misschien zijn er nog wel meer opties te verzinnen. Er zijn zeker nog meer opties te verzinnen met deze 4 lussen. Ze zijn super stevig, ook weer van dat autogordelmateriaal. Het hele materiaal is trouwens ook waterbestendig. Dus er komt geen water in te zitten. Zou heel vervelend zijn, want deze hele zak is gevuld met van die... Ja, fatboy-achtige foamkorreltjes, zeg maar. Ik weet niet of je ooit zo'n fatboy hebt opengemaakt, zo'n zitzak. Nou, dat zit dus hier allemaal in. Die kun je ook bijvullen of leger maken. Er zit aan één kant zit een rits. Even kijken, dit is heel fijn voor het geluid. Ik minder het geluid even in de montage. Ja, hieronder. Nee, niet hieronder. Dit is gewoon een zakje.
Dus heb ik dat ook meteen verteld. Ik kom zo meteen op hetgeen wat ik eruit heb gehaald. Hier zit hij. Hieronder zit een rits. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Hier zit een rits. Je ziet ook die witte bolletjes ertussenin zitten. Dus je kunt hem gewoon vullen en leger halen. Mocht jouw camera heel groot zijn en je hebt deze tot je beschikking, dan kun je er spul uithalen, waardoor die net even wat meer naar beneden zakt bijvoorbeeld. Nou, voor de rest aan de zijkant heb je hier een handvat of een strap. Je hebt hier twee zakjes zitten die met klittenband, en ik zal ze niet openmaken nu, die je met klittenband kunt openen en sluiten. En aan deze kant zit een grote zak die je kunt openen en sluiten. Het is dus geen tas. In eerste instantie dacht ik, oh, een mooie tas. Dat is het niet. Het is echt een steady bag. Nou, dan zit er nog bij een, het is allemaal leuk voor het geluid dit. Ja, een soort van regenachtig regenhoes om jouw camera te beschermen. Bijvoorbeeld zo. En wat je dan zou kunnen doen is hier de lens uit laten steken. Natuurlijk even met een veel te kleine camera. Je zou hem hierin kunnen zetten. Zo. En hier de lens uit kunnen laten steken. Ik noem maar iets. Er zit van alles nog wat qua mogelijkheid heb je hier natuurlijk bij. Zo. Deze weer er eventjes afhalen. Het is een best grote jongen, binnenkant en de buitenkant, andersom, buitenkant en de binnenkant. Die zit er dus ook bij. Zo. Ja, en dat is het eigenlijk. Het is een super simpel ding. In het begin denk je van, nou, het is best wel lomp en het ziet er best wel gek uit. Maar hij is heel licht, hij weegt nog geen 1,5 kilo. Ik denk zelfs dat deze nog minder weegt als ik het zo voel. Maar goed, dan heb je die strap er natuurlijk niet bij zitten. Dus hij weegt nog geen 1,5 kilo. En het is toch net even allemaal wat lichter en vooral wat flexibeler dan zo'n Easy Rig of iets dergelijks. Zo'n staaf uit je rug waar je dan die joekel van de camera aanhangt. Natuurlijk, ieder spul, ieder apparatuur, ieder apparaat heeft zijn eigen voordelen en dus ook zijn eigen nadelen. Dat zal met deze ook zo zijn. Nou ja, ik zie hier op zich wel goede mogelijkheden voor. En dan vooral het feit dat je hem gewoon ergens neer kunt zetten. Je camera erop. Zo, een beetje stabiel. Zorgen dat hij wat goed staat. En je kunt gewoon filmen. En je kunt dus heel makkelijk draaien in de richting waar je hem op wil hebben. Je kunt hem dus ook zo neerzetten. Ik noem maar iets. Of je zit ergens op in een hoekje of op een net wat onstabiele ondergrond. Dan kun je hem dus best wel recht plaatsen zonder dat je een of andere gekke Gorilla Joby pot allemaal alle kanten in moet gaan draaien. Dus het is gewoon een zak gevuld met foambolletjes, handige tasjes aan de zijkant, handige zakjes aan de zijkant, een goede schouder of nekriem. En dat is het eigenlijk. Zo simpel is het. De Focus Red. Wil je nog meer informatie? Check dan even het linkje onder in de beschrijving. En hele korte video. Ik zie je graag in de volgende.